Als de juice koningin van ons land ontvangt Yvonne Koldewijer op dagelijkse basis ongelooflijk veel tips. Soms zitten er schokkende verhalen bij, soms juicy anekdotes en natuurlijk ook hoge bomen vangen veel wind ons etend veel onzin. Mensen die BN'ers willen schaden, mensen die Yvonne willen trollen, mensen die zich gewoon vervelen. Yvonne is op haar juicewerkdagen werkdagen druk bezig om het kaf van het koren te scheiden en dat doet ze op een gegeven moment natuurlijk behoorlijk op de automatische piloot. Een redacteur van de satirische nieuwsite, site De Speld heeft een tip naar Yvonne gestuurd en hij heeft er nu dikke pret omdat zij zijn grapje niet direct vatten. Dit best geestige grapje leidt nu tot enige hilariteit op de socials. Jasper tegen Yvonne: "Hoi Yvonne, stel ik heb juice over maxima, jup, kan ik dat hier dan delen?" Yvonne reageert vanzelfsprekend handenwrijvend. OMG leuk haha, schrijft ze. En, vertel. Jasper daarop, oké, okay, nou het schijnt dat ze onderkoeld is geraakt nadat ze de hele nacht op de vorst heeft gelegen. Yvonne, dat meen je? Waar was ze dan? Jasper heeft het gebeuren op Twitter geplaatst en schrijft erbij: wanneer je Yvonne wil trollen, maar ze snapt je domme grapje niet. De volgers van Jasper moeten erom gieren. Hahahaha, deze is zo makkelijk, zegt ene Michael. Peter, hahaha, geniaal man. Mirjam, ik moet hier echt veel te hard om lachen. En Tom, briljant gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Aletta denkt dat Yvonne het echt wel snapte. Ik denk dat ze jou gewoon in de zeik neemt tranen van geluk.